tweede kabinetsperiode dat wij aan de macht zijn, hadden 30% van de ambtenaren schrappen, als ik dat maar zo zeg. Niet omdat het mensen zijn die niet goed functioneren, niet omdat het mensen zijn die lui zijn, maar we hebben veel te veel ambtenaren en daardoor hebben we veel te veel regels en daardoor krijgen ondernemers en burgers niet de kans om gewoon hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat gaan we doen. We gaan 2/3 van de ontwikkelingshulp afhalen. Misschien dat u het niet weet. Ik zie nog altijd mensen schrikken als ik het bedrag noem, maar wij betalen 4 miljard per jaar aan ontwikkelingssamenwerking. Als je kijkt naar de subsidies die wij in Nederland hebben, we hebben een subsidiepot van 23 miljard. Maar dat was het cijfer, dat is het laatste cijfer wat er is, dat is van 2003. Misschien is het wel verdubbeld. Het zal zeker niet verminderd zijn. Zolang de PvdA in ons land het nog wel eens voor het zeggen heeft, wordt het zeker niet minder, dames en heren. Dus daar kan ook de helft af. En dat geld gebruiken we om te zorgen dat er meer economische bedrijvigheid komt. Dat mensen gaan werken, meer geld kunnen uitgeven. Om zodoende de welvaart in ons land weer te laten groeien. En de economische bedrijvigheid nogmaals, de mensen te stimuleren om te werken. Kijk, als je zo'n vlaktax invoert, dan betekent dat ook dat het verschil met uitkeringen groter wordt. Iemand die werkt, betaalt maar 25% belasting. Nou, dat betekent dat je uitkeringen kunnen bevriezen. En dat je ze wel laat stijgen met een eigen indexcijfer voor de rest bevriezen. En dat betekent dat ik dus nooit meer mee ga maken als ik weer eens bij het UWV kom. Bijvoorbeeld bij de sociale dienst naar binnen loop. Dat mensen zeggen, ja kijk, ik kan wel werken. Maar als ik ga werken, dan hou ik maar 100 euro meer over. En dan moet ik 200 euro betalen aan kinderopvang. Dan ga ik maar niet werken. Nou, dat moet niet meer kunnen in Nederland. Je moet weer geprikkeld worden om te werken. Dat moet weer interessant worden. Dan moet je weer welvaart toe krijgen. Nou, dat zijn wel punten die naar voren zijn gebracht, die ik vanmorgen naar voren heb gebracht. En u kunt er van op aan dat we een prachtig programma krijgen. We zijn nu echt bezig om de laatste punten nog in te vullen. Daar staat onze grote, echt een hele duidelijke visie. Maar ook natuurlijk gewoon punten. Als je kijkt naar veiligheid, wij zijn voor minimumstraffen. Laat iedere crimineel maar weten waar hij al begint als hij een criminele daad gaat. Dat is de minimumstraf. En de rechter kan dan beslissen of het meer moet worden. In plaats van wat we nu hebben, maximumstraffen. En de rechter betaalt dat bepaalt dat het minder kan worden. En die rechter bepaalt zo vaak dat het minder moet worden. Dus minimumstraf, en dan kan de rechter daar nog een stapje op doen. En een bepaalde tijdje op een bepaalde voet gewoon op doen. Als je kijkt in ons rechtssysteem, daar staat langzamerhand de dader centraal. En niet het slachtoffer. Ik was laat. Kreeg een mailtje van een videotiphouder uit Beeldhoven. Die man had een inbraak in zijn winkel, zaterdagavond, net de drukste avond van de week, inbraak. Oké, hij kan altijd bij de alarmknop, de politie komt, de criminelen zijn nog in de winkel, die worden opgepakt. Hij zegt tegen de politie, hè, meneer, die daar, die heeft 600 euro in zijn zak, dat haalt hij net bij mij uit de kast. Wat denk je wat de politieagent zegt? Ja meneer, dat gaat zo niet, dan moet je een procedure voor aanspannen. Nou, dat soort dingen, dat zijn wij dus binnenkort kwijt. Als het gaat om de groepen criminelen die we hebben in Nederland, hier, vooral natuurlijk Antilliaanse jongens. Antilliaanse jongens en Marokkaanse jongens, die zijn ongeveer 10 tot 15 keer zo crimineel als Nederlandse jongens. Laten we daar nou eens een keer niet zo moeilijk over doen. Dat is zo, dat is nou uit zoveel onderzoek bewezen, laten we die groepen aanpakken. Want daar hebben we met z'n allen last. Autochtonen en allochtonen die meedoen in de samenleving, die hebben last van die groep. En laten wij ons nou eens een keer verenigen en maatregelen nemen tegen die groep. Dan wordt het ook een keer wat in Nederland. Nou, zo kan ik nog even door, maar we hebben natuurlijk onze punten op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs. Maar nu nog even over de campagne. Ik was vanmorgen even op ons hoofdkwartier in Den Haag. Daar zijn weer zo'n 50 mensen aan het trainen. Wat belangrijk is de komende 2,5 week, is zichtbaar zijn. Nou, dan waren wij dat hier heel goed, zichtbaar. Zorg dat je meedoet aan alle verkiezingsdebatten die er zijn. En als je niet uitgenodigd wordt, dan ga je daar zitten met een aantal mensen in die zaal. Met die jacks, en dan zorg je dat je vanzelf bij die microfoon komt. Want je kan overal, kan je als burger inspreken. Nou, als wij niet als hier als volwaardige politieke partij worden beschouwd, dan spreken wij in. Wij gaan hier de strijd aan met alle politieke partijen. En dat hier de PVV meedoet, en de VVD meedoet, de D66 meedoet, en de CDA meedoet, het zal onze zorg zijn.
Wij staan voor onze eigen ideaal. Wij staan voor onze eigen visie op Nederland. En dat, die gaan we hard maken. En dat het zo is in de media dat er belangstelling is voor Almere en Den Haag, omdat de VVV in twee gemeenten mee durft te doen. Laten we eens kijken naar die 41 gemeenten waar wij mee doen. Waar wij met z'n allen zo keihard voor gewerkt hebben. U gaat het maken in Almere. Laat je zien. Wij zetten ons niet af tegen de VVD, wij zetten ons niet af tegen de PVV, wij zetten ons niet af tegen D66. Wij zijn wie we zijn. En daar staan we voor. Die boodschap wil ik jullie graag meegeven. Recht terug, vertrouwen. Jullie weten het. Basiswaarden, vertrouwen en handhaven. Ga er tegenaan de komende weken. Maak jezelf zichtbaar. En zoveel mogelijk zetels hè, bij die gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Heel veel succes allemaal. En ja, ik zou bijna zeggen, de straat weer op. Want daar lopen de kiezers. Heel veel succes.